Nederland neemt zijn klimaatdoelen serieus. LNV heeft uit de klimaatgelden geld vrijgemaakt om deze kas te realiseren. Een voor ondernemers realistisch en rendabel toekomstbeeld met producties van de toekomst. Kas 2030 is een demonstratieproject waarin we met de technieken van vandaag de emissiestromen van water en nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en CO2 naar nul proberen te reduceren. Dit is het eerste project waarin deze drie emissiestromen integraal worden bekeken. De demokassen 2030 zijn zo ontworpen dat we al voldoen aan de emissienormen voor 2027 zoals die voor de hele sector gelden. De vier gewassen die hier geteeld worden, die staan in een teeltsysteem waarin al het drainwater kan worden opgevangen. Het opgevangen drainwater wordt vervolgens door een bandfilter behandeld en gaat dan naar een ozoninstallatie om ook nog te worden ontsmet. Deze ozonontsmetter heeft ervoor gezorgd het afgelopen jaar dat we geen ziektes verspreid hebben door het water. En voegt daarnaast ook geen stoffen toe die schadelijk kunnen zijn voor het gewas. Nou, door de voorregeling die we hebben op basis van de hoeveelheid beschikbaar schoon drainwater, en dus niet op basis van EC, zorgen we er ook voor dat de draintanks niet kunnen overlopen. Hierdoor hebben we al het water kunnen hergebruiken in de teelt. Bij de Freesia is dit niet helemaal gelukt. Het tiltsysteem in zandbedden bleek niet helemaal waterdicht te zijn, waardoor we kwelwater hebben binnengekregen. Nou, dit kwelwater dat bleek fluoride te bevatten en deze fluoride is schadelijk voor het gewas. Hierdoor hebben we het water helaas moeten lozen. Door het aanpassen van het tiltsysteem, door het weer dichtmaken van het tiltsysteem, zorgen we er nu voor dat dit kwelwater niet meer naar binnen kan. En dan kunnen we in principe al het drainwater ook daar hergebruiken. Voor de teelt van aardbei, gerbera en potanturium is het gelukt om emissieloos te telen. We hebben geen ophoping van elementen gezien door de goede kwaliteit gietwater en door de waterbehandeling met ozon. Het emissieloos telen is hierdoor een succes gebleken.